meneer de dirigent gaat mij beginnen. Oh, het is La Ville de Bohème, zeker dat we gaat spelen. Oh, La Ville de Bohème. Dat was zijn grootste succes. Daar heeft hij geld mee verdiend. Alleen gelijk in China. Hoe is dat dan in China? Zo'n kloon al de Chinezen hebben wel een reu. Ik weet niet of al de Chinezen hebben zijn reu gelegen net. En waarom zie je het verschil niet tussen de noordkant en de zuidkant? Alle, meneer de dirigent, Anne. We spelen Conte de Lapper, denk ik. Eerst dat schotten was de regen, Clemence. Ja. Beste meisje, je moet dat niet vergeten. Je had weer aan zijn oever gezeten. Kijk Bertha, dat is heel nodig gekomen. Pakken de malaste van de feestlakeen. En hij de vlas op zijn oever vast. Bij je valt druk niet te kloppen, hè. Je doet altijd op de liedje pasen van zo nigere trouwen, vivant de libertad. In onze keuken bezig uur pas ik altijd op dat andere liedje. Vroeg in de morgen zal het wezen. Ik dacht al, moet dan maar eens die paas van doen. Hoe jij ze genomen? Farahiel de Kroker. Maar thuis zegt mijn paatje altijd tjane tegen mij. En hoe is dat goed is, zegt dat Soes. Jazeker, met die kostuumen zou dat toch niet opneuzen. Nee. Als zo'n baas dat reclame kan maken voor de sier, dan geloof ze de puister. Ja, dat is een kostuum die ik wil sturen heb aan een kostuumier van theater. Dat is nou een kostuum die Mr. Carrara aangaat heeft. Wie is Mr. Carrara? Carrara, dat was een lieventemmer. Amen. Ja. Wanneer komt er een keer te gooien van dans? Ja, maar het zal nog een tijdje duren voordat het hier ook begon met u, jongens, hè? Ja, maar hier is trots af twee voorbij als er ook een dans hangt, hè? Ja, nee, ik kon niet gewoon dansen. Ik heb van een vaart door, ik kon zeggen, ik kon mijn gemak hebben en morgen ook naar de minor. Ha, dat is alweer leuk, hè? Kom maar luxus naar de minor. Allee. Tuut, tuut, zat een trein en de stoorschrift.